Elisabeth Meuleman van Groen is komen aanschuiven. Dag mevrouw Meuleman. Goedemiddag. Waarom heeft uw partij dit actueel debat aangevraagd? Want, heeft uw fractieleider opgemerkt, we hebben geen stukken, u heeft eraan toegevoegd, ik heb ook geen timing, geen berekeningen en toch was er die noodzaak om het debat te vragen. Wel, omdat we zeer duidelijk voelden dat er een politiek probleem was. Minister Schouwvlieg heeft een plan voorgesteld in de pers. We hebben het allemaal kunnen lezen in het groot in de krant, wat de kleine zijn van een nieuw plan. En onmiddellijk daarna heeft de grootste meerderheidspartij verklaard dat ze een veto stellen, dat ze niet akkoord zijn met het plan. Ja. En dan heb je natuurlijk een politiek probleem. Er moet een afvalplan komen, dat weten we allemaal. We willen absoluut een vele met ons iets doen aan het zwerfvuil in de weiden, langs de bermen. Maar als je dan graag ziet, gediscussieerd met timings en berekeningen erbij. Dat hadden we nog liever gehad, ja, natuurlijk. Ja. Maar goed, u zegt, ik heb geen berekeningen. N-VA zegt ook, we hebben geen berekeningen. En ja, het ontbreken van die berekeningen is voor ons een argument om nog geen standpunt in te nemen. Maar dat hebben ze net wel al gedaan. Zelfs nog voor het plan van de minister er was, heeft N-VA gezegd, wij stellen ons veto tegen statiegeld. Terwijl dat we nu toch wel weten, ze verdedigen ook wel het Noorse model, dat zeer efficiënt is, ja. En waar statiegeld inderdaad een sluitstuk is van een afvalbeleid. Ja. Dus om zomaar dat plan al op voorhand af te schieten. En ik denk, als je de discussie een beetje gevolgd hebt in het parlement vandaag, dan zie je dat de argumenten eigenlijk alle kanten uitgaan. Dat de argumenten tegen statiegeld volgens mij ook onvoldoende onderbouwd zijn. Dus ze hebben het wel al afgeschoten. Ze hebben nee gezegd, maar anderzijds zeggen ze, we hebben nog te veel vragen. Dus ook dat is niet consequent. Ja. En we vrezen, want er is zelden een debat geweest waarbij dat je voelt dat er eigenlijk totaal geen lijn zit in wat de meerderheid verkondigt. Dat er terug niks zal komen, dat er geen afvalplan komt. Dat dat een van de vele plannen is van minister Schouwvliegen. Zoals de boskaart, zoals de bosbarometer, zoals de betonstop, dat op het lijstje van plannen die afgevoerd zijn, zullen belanden. En dat willen wij niet. Ja, u wil dat niet. Maar laten we toch eens op een aantal van die argumenten ingaan. Sommigen vrezen dat producenten de meerkost gaan doorrekenen. Gevolg, iedereen betaalt mee voor een kleine groep mensen die niet zo nauw neemt en begint te sluikstorten. Is dat geen argument dat doorrekenen naar iedereen van een probleem wat door enkelen wordt veroorzaakt? Wel, we zien in de verschillende landen waar het systeem al is ingevoerd, er zijn er ondertussen 40, dat niet het geval is. Dat mag ook niet. En je kan dat monitoren. En ik denk dat het ook aan de regering is om te zeggen... Je bedoelt de producenten gaan monitoren dat ze niet gaan doorrekenen? Ja. Er komt... Ja. We willen ze natuurlijk laten meebetalen, de producenten, en dat is de essentie van zo'n systeem. De burgers moeten niet betalen voor die opkuis of het statiegeld. Dat is nu wel het geval. En nu zijn wij het allemaal, de burgers, die via de gemeentebelasting betalen voor die enkelingen die inderdaad nog het zwerfvuil door het venster gooien. En net dat moet stoppen. Dus we willen niet meer dat burgers betalen. We willen ook niet dat kleine winkeliers zullen moeten betalen, omdat ze machine moeten installeren. Bevreesd, en hè, omdat het meer kost. Net daarom, en dat is belangrijk, en daarom wachten we op het plan en op de details, moet het zoals in Noorwegen zijn, dat zij een bedrag krijgen, een handling fee heet dat daar, om inderdaad zo'n machine te installeren voor de extra arbeid. Dus dat zij ook betaald worden voor het werk dat met zich meebrengt. En op die manier, en dat zie je in Noorwegen, zijn die winkeliers heel erg tevreden. Maken zij zelfs winst na een aantal jaar. Ze zijn de grootste voorstanders geworden van statiegeld. Dus de vervuiling. En dat is de producent, daar moet de extra en de meerkost moeten we daar leggen en nergens anders. Die andere regeringspartij, Open VLD, heeft zich ook een op zijn minst coole minnaar getoond van het systeem. Dan kan je je afvragen, komt dit er nog wel door binnen deze legislatuur? Gaat u de CD&V depaneren? Om aan een meerderheid te helpen bijvoorbeeld. U heeft daar tijdens het debat op gealludeerd, hè? Ja, we zijn bereid om een wisselmeerderheid te leveren als partij, samen met SPA ook. Maar er zal ook wel iets nodig zijn van de meerderheidspartijen, want anders zijn we nog met te weinig. Maar als je voelt, er is ook draagvlak bij verschillende parlementairen uit de N-VA, uit de VLD. Want als je ziet in hoeveel gemeenten zijn toegetreden tot de Statiegeldalliantie, daar zitten VLD-burgemeesters. Dat is een project opgericht door een NGO, dat is, ja, inderdaad. En dus er zijn ondertussen 158 gemeentes die zeggen, wij willen statiegeld. Wij zijn het beu van te moeten opruimen. En dat zijn gemeentes met open VLD-burgemeesters, met N-VA-meerderheden. Ja, dus u gelooft dat het kan? Wij geloven dat er ook daar heel veel draagvlak is en mensen zijn die het willen.
bedankt voor dit gesprek, mevrouw Meuleman. En uw beste kijker, blijf nog even bij ons. Na de onderbreking zijn we terug en dan praat ik met Wilfried van Dalen van de N-VA.